afgelopen jaar heeft de BMW 1-serie het nog relatief makkelijk gehad. Zijn voornaamste concurrent, de Audi A3, die liep op zijn laatste benen. En met de Mercedes-Benz A-klasse, ja, die sprak toch een beetje een andere doelgroep aan. Maar nu komt BMW's kleinste ook gelijk goed onder vuur te liggen. Zo is hier de gloednieuwe Audi A3. Opnieuw een auto op het MQB-platform. En Audi heeft hem volgestopt met al hun bekende aandrijflijnen. En kijken we naar het design, dan zien we dat Audi ook weer hun bestaande filosofie heeft toegepast. Namelijk dat je na 1 keer kijken moet zien dat het een Audi is. En dat je na 2 keer kijken kunt zien welk model het is. Ik zeg, Audi presteert nog beter dan beloofd. Ik moet namelijk zomaar 4 tot 5 keer kijken om te zien welk model het is. Nou, daar zul je bij deze nieuwe A-klasse in ieder geval geen last van hebben. Want nog nooit heeft een merk zo'n radicale U-bocht gemaakt als het om design gaat. Weg is dat wat suffige, anonieme, MPV-achtige model en er staat nu gewoon echt een hele vlotte, zelfverzekerde, strakke 5-deurs hatchback. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Nu gaan we kijken of de 1-serie ook op andere vlakken bang moet zijn voor deze twee sterke concurrenten. Neem we plaats in de Audi, dan val je ook niet bepaald achterover van verbazing of zo. Het is allemaal heel erg clean. Ik vind het zelfs iets te clean. Hier helemaal niks, omdat het allemaal naar het scherm gecentreerd hebben. Het voordeel is er wel dat het ergonomisch allemaal heel goed deugt, want MMI, dat werkt. En ze hebben er zelfs een leuke gimmick aan toegevoegd. Je kan nu schrijven op de knop. En dat hebben we al een keer eerder gezien in de A8, maar dan werkt het niet zo denderend, in ieder geval niet met mijn handschrift. En ja, met deze knop, het werkt top. Achter elkaar, hup, vul je het in, lange naam in het buitenland. Nog nooit heb je ze zo snel in je navigatie ingevoerd, dus dat is lekker. Ja, leuk natuurlijk, een beetje schrijven op je iPad-achtige MMI, maar dat kan nog veel simpeler hoor. Hoofddorp, Capellalaan. Zo makkelijk is het. Dus qua ergonomie, dit werkt prima. Er zijn wel een paar kleine missers. Je kunt bijvoorbeeld vanaf het navigatiesysteem niet met deze centrale draaitoetsen weer terug naar je radio. Dat is een beetje jammer. Maar op zich werkt het allemaal prima, maar wat het vooral is, het is een stuk leuker vormgegeven. Neem dan bijvoorbeeld die luchtroostertjes. Had zo in een SLS AMG kunnen zitten. En dat maakt het wel wat leuker en vooral wat speelser hier binnen. Vooralsnog is het motorengamma van de A3 wat beperkt, hoort later wel meer. Op dit moment is er nog 2 TSI's en 1 TDI. We rijden nu met de diesel en die heeft 150 pk en die kun je vanochtend alleen krijgen met handbak. De S-Tronic volgt ook later. Niet bepaald een probleem, maar die handbak is zoals we hem kennen uit Volkswagen Groep. Strakke slagen, je voelt heel goed wat er gebeurt. Ook in een GTI bijvoorbeeld heb ik liever deze handbak dan een S-Tronic, dat zegt wel iets. En die TDI, 150 pk, is vrij veel, want dan heb je natuurlijk barstens veel koppel. En het goede van die TDI's is, ze hebben niet meer zo'n piekvermogen. Dus over het hele toerenbereik, echt bijna tot de toerenbegins aan toe, heb je zo'n bulk van koppel. Dat je altijd trekker hebt. Ik zit nu in een 6 en geef gas, hup, hij gaat direct. Niet terugschakelen, geen turbogat, gewoon power. En dat is beter dan bij sommige concurrenten in deze klasse. In tegenstelling tot de Audi levert Mercedes wel een automaat op deze A200 CDI. Dat is een automaat met dubbele koppeling, 7 traps. Op zich prima, alleen er zijn concurrenten die dat toch beter voor elkaar hebben. Want het duurt wat lang voordat hij uit zijn eerste versnelling opschakelt naar 2. En als je dan juist wil dat hij terugschakelt en wat toeren maakt, daar doet hij dan weer net wat te lang over eigenlijk. Dus het is niet zo mooi als sommige concurrenten. Wat dat betreft zou je waarschijnlijk beter af zijn met een handbak. Motor zelf, 136 pk, 1.8. Op zich prima, hij is wat rumoerig, zeker als hij koud is. Maar voldoende kracht, lekker soepel, dus wat dat betreft prima. Het rijden, en dat is opnieuw weer niet heel spannend in een Audi. Dat is het zelden en nu ook weer niet. Het is vervelend goed, zou je bijna kunnen noemen. Hij duikt net wat meer dan die A-klasse, hij stuurt wel weer iets directer. Maar de communicatie is ook weer niet denderend, hoewel het weer beter is dan geweest. En dan krijg je dat heerlijke middle of the road effect, wat een Golf heeft. In een Audi is het ook wel een middle of a premium road, dat is het een beetje. Je rijdt er zo 200.000 km per jaar mee, maar echt een smaal op je gezicht zal je nooit krijgen. Dat zit er gewoon echt niet in. Ja, en juist op dat vlak heeft Mercedes een hele grote stap gezet met deze nieuwe A-klasse. Niet alleen het uiterlijk is een stuk dynamischer en vlotter, ook het rijgedrag is dat. Hij is vrij scherp, stuurt helder en het onderstel is wat straf, daardoor wat minder comfortabel dan de Audi.
Maar je kunt er ook een stuk vlotter mee de bocht op. Met name op rotondes merk je dat. De koets heeft wat minder tijd nodig om zich te zetten. En het onderstel heeft ook gewoon meer grip, zeker als het nat is. En dat maakt van deze A-klasse een leukere auto om mee te rijden dan met de wat behoudende A3. Zo, leuk gehad? Nou ja, leuk. Kijk, ik rij nooit echt rond met een ding met een enorme grijns op mijn smoel, maar ik stap ook nooit ontevreden uit. Die Audi is weer irritant goed gewoon. Het is weer dat Duitse perfectionisme. Alles klopt aan die auto van begin tot eind. Motor, rijeigenschappen, ergonomie, tot je uitstapt. En dan kijk ik aan het profiel denk ik, allemachtig. Hij lijkt wel erg veel op die vorige A3. Het is echt een saai ding. Ja, nou, er zitten hier wel wat ergonomische missers aan, zo her en der. Maar ja, aan de andere kant, als je ziet hoe het eruit ziet. En dan niet alleen de buitenkant, die is natuurlijk heel radicaal anders. Interieur prachtig in die Mercedes. Ja, en daarbij, het rijdt ook gewoon wat leuker. Als je links-rechts, dat zet zich net wat sneller allemaal. Het reageert gewoon wat vlotter. Ja, maar ja, als je dat als doelstelling neemt, moet ook de BMW 1 serie bovenaan staan. Ja, nee, daar heb jij dan weer gelijk bij. Maar dan halen we die erbij voor de vergelijking testenblad. Goed plan.